Hoe groot is de kans dat Henk ten Katen de nieuwe bondscoach wordt? Ik denk niet heel groot. Niet? Echt? Ik denk het niet. Denk het niet. Want? Henk van Hallewalli? Alwadda. Hallewalli. Gallewalli. Gallewalli. Hij is even in Nederland nu, maar die voorbereiding gaat beginnen. En hij is natuurlijk niet vergeten wat er een jaar of vier geleden is gebeurd. Hè? En daar zat jij bij gewoon. Daar zat ik bij. Jij zat er gewoon naast. Ik zat echt naast Van Breukelen toen. Ja, maar de KNVB moet nu niet net doen of Henk de slechte partij was in die rel. De KNVB heeft er een rotzootje van gemaakt. Ja, natuurlijk. Van Breukelen heeft er een rotzootje van gemaakt. En toen, op het moment dat hij zei van, ga ik alles ontkennen, toen zei Henk van, drukt u op een knopje en dan kon je zo alles meeluisteren. En toen, dat ging tot 4:30 s'nachts, ging dat wel door, man, in het appartement van hem in Abu Dhabi. Boven en weer bellen en weer bellen, neerleggen. Dan belde Van Breukelen weer. Henk, wil je het alsjeblieft toch nog overwegen? Wil je het toch nog doen? Nou, even nadenken. Hij zei, nee, ik doe het niet. Want je hebt ondertussendoor met een ander gesproken. Hij wist trouwens wel dat hij naar advocaat zou gaan. Maar nadat hij bij advocaat was geweest, heeft hij Henk gebeld en gezegd van, gefeliciteerd, jij bent de nieuwe bondscoach. Dus hij leefde een 24 uur in de veronderstelling dat hij het ook was. Ja, uiteindelijk op zijn vingers getikt, denk ik, door iemand bij de KNVB. Ja, toen ging heel dat circus lopen. Ja, en uiteindelijk heeft hij het toen niet gedaan. Maar dat zit hem nog steeds heel hoog, hoe dat toen is gegaan. Maar daarom zou hij, want je hebt hem gesproken, neem ik aan. Ja, ik heb wel gesproken. Toen zei hij, nou, voor mij hoeft het niet. Nou ja, dat zei hij zo niet letterlijk. Maar dat merkte ik wel aan hoe hij sprak. Dat voorval, dat zit hem nog steeds hoog. Ja. Dus in principe zeg jij dat als, hoe heet hij ook alweer, die Geel Hamstra? Nee, Nico-Jan Hoogma bedoel je? Nico-Jan Hoogma, Nico-Jan Hoogma en Gudde. Die moeten echt op hun knieën. Die moeten excuus aanbieden. Die moeten echt op hun knieën. Ja, die moeten excuus aanbieden. Ja. Zeg maar op hun knieën vanuit het autootje en dan naar het voordeurtje. Nou, van ja, die waren er toen nog niet. Maar ja, er zit natuurlijk wel. Bijvoorbeeld, ik hoorde laatst ook weer dat Dekerso ook bij die vergadering had gezeten. Ik denk namelijk niet dat Gudde en Nico-Jan Hoogma niet met Henk in zee wilden. Ik denk dat de andere mensen. Ja, Dekerso heeft ze tegengehouden toen. Ja. Dekerso vond en het de macht van Dekerso, dat is belachelijk. Dat is een man voor commerciële zaken. Die moest zich helemaal niet met voetbalinhoudelijke zaken bemoeien. Maar dat is de arrogantie ten top, die man. Die is ook even de baas geweest. Ja. Werd het ook één grote chaos. Dat was in die periode dus. Ja. Jij bent toch ook wel met mij eens dat die Henk en ego hebt. Dat past die niet in dat slot Zeisman, zijn grote stad. Ja, welke trainer niet, zou je bijna zeggen. Ja, er zijn er ook die. Nou, ik ken dus ook wel die dat we allemaal minder hebben, hoor. Ja, Louietje, ook behoorlijk egootje natuurlijk. Die kan net in het paleis van Poetin, denk ik, als het een beetje mee zit, toch? Dikkie? Ook wel een groot ego. Ja, maar niet. Dikkie? Kleiner ego? Nee. Klein egootje. Dik? Ja, klein? Nee, echt niet. Niet geen groot ego? Nee, toch? Nee, maar ik bedoel, die kan gewoon op de Efteling zo'n torentje, zo'n kleine. Nee, maar niet zo. Ik vind Dick, dat is wel een normale jongen gebleven. Dick is een goede gozer. Kijk, en Louis is niet normaal gebleven. En Henk is af en toe heel normaal en gezellig. En af en toe is hij. Maar het zijn wel allemaal mensen, ook Bert van Marwijk, die als er ooit een keer iets gebeurt, dan dat kunnen ze nooit meer vergeten. Nee. Dat kunnen ze nooit meer vergeten. Is het niet zo, wat er nu een beetje geschetst wordt, als die mensen echt gaan aandringen en zeggen, Henk, je bent onze enige kandidaat dit keer, we hebben het fout gedaan. Op hun je moet het land redden, dan sluit ik niet uit dat hij er toch over nadenkt. Maar... En dan neemt hij Gudde mee en dan neemt hij misschien ook wel Fred Rutte mee, toch, als veldtrainer? Of, dat wilde hij toen wel, ja. Ja. Nou, dat was ook weer een uitstekende keus. Ja. Kijk, Fred is overal een goede, hele goede veldtrainer gebleken. Alleen Fred wilde toen niet. Die wilde nog op eigen benen staan. Die wilde elke dag op het veld staan. Maar ik denk een aantal jaar later dat Fred het wel zo zou doen, inderdaad. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsite.nl. Doei!